sisters do not know what is happening to them today. I think it's time now for my very close friend Wendy. She goes telling what happened and explain about today to them. Twee leuke meiden, Saskia en Marjolein, ook nog zusjes. En alle twee stapelgek op Carlo Borshardt. Ja, en daar gaat het nou fout. Dat begrijp je. Dan kun je ervan uitgaan dat er ooit iets gebeurt, iets geks waar je geen vat op hebt. Want dat is Carlo Borshardt. Nou, dat is gebeurd met ze vandaag en ik ga ze maar even uitleggen wat precies. Kom. Hey, hallo. Hi. Hi, Wendy Verdijk. En jij bent? Ik ben Marjolein. Ah, Marjolein. Ja. En je hebt ook nog een zusje, toch? Ja, Saskia. Oké. Nou, leuk. Kom binnen. Ja. Allemaal. Graag. Nou, bel het maar. Nou, dan zitten we hier zo met drietjes op de bank. Ja. Het lijkt me wel gezellig, twee zusjes, moet ik zeggen eigenlijk wel. Hoe is dat nou? Gezellig. Ja? Het is heel erg. Soms te gezellig. Wat doe jij, Saskia? Ik ben dierartsassistenten. Ben je vandaag gewoon aan je werk geweest? Ja. Heb je nog iets meegemaakt? Ja. Ja, dat was een. Nee, ja, het was op zich, het was sowieso heel erg druk. Ja. En toen ook nog eens belde er iemand en die wilde per se om 11:30 langskomen. Ja. Met een kip. Met een kip. Met een kip. Nou, ik kan jullie melden, wij hebben jullie namelijk gevolgd met de verborgen camera vandaag. En dat geval met kip, daar komt me bekend voor. Nee, let op. Het is wat leuk. Dan ben jij toch? Ja, dat is daar sta je met een kip. En wat gebeurde er nou precies? Vertel eens. Een hele rare meneer. Kipfilet. Vlak achter me. Dat ik dacht, met een zwarte zonnebril. Wat doet u achter me? Ja, wat kan ik aan doen? Dat vond je wel een beetje vreemd. Ja, ik vond het wel een beetje vreemd. En op zich, de kip was er niks mis mee met de kip. Nee. Hebben jullie er nog over gehad wat er gebeurde of niet? Of hebben jullie daar nog niet over gesproken? Daar heb ik nog niet echt de tijd voor gehad, want zij kwam met hele rare verhalen thuis. Dus. Wat had jij nou weer voor raar verhaal? Ik had zo'n raar verhaal. Ja. Ik moest lak halen en ik had die lak betaald. En toen stond daar ook een camera en hebben wij dat ook allemaal gefilmd. Is dat zo? Ja. Ik dacht al, wat gebeurt er? Komt-ie. Moet je maar eventjes toelichten wat er nou gebeurt. Ik sta daar in die winkel. Even kijken, ik zie niks. Ja, mijn jas. Oh, ja, precies. Ja, daar sta je. Ja. En dan kwam een meneer. Oh ja, daar komt hij. Daar staat hij naast. Die stond achter me en die zomaar die pot lak die ik net had gekocht, pakt hij uit mijn tas. Ik zeg nog, meneer. Nou wordt het me allemaal zo duidelijk. Wat word je nou allemaal duidelijk? Wat zei je tegen die meneer? Nee, ik zei tegen meneer, dat is mijn tas en die pot heb ik net gekocht. Ja, en die rare meneer, komt die jullie bekend voor? Wie kan het zijn? Of zeg je, laten we nog even naar een filmpje kijken? Ja, doe maar, dat vind ik wel leuk. Ja. En terwijl er nog meer overkomen is vandaag, zeg je het even zeker. Kijken. Dat was die rare meneer. Wie is dat? Ja, dat weet ik niet. Kijk. Ik ken hem niet. Kijk wel. Wie is het? Het is gewoon Carlo Borshardt. Oh. Ja, en toen? Dus... Want wat gebeurde er daarna? Nou, we zaten rustig in de keuken, hè? Ja. Ja. Er hoorde ineens een gigantische knal buiten. Ja. Nou ja, ik dacht toch gebeurt er wel vaak. Nee, en toen begon onze kamer zo weer te draaien. Ja. Ja. Nou, toen ging de deurbel. Hé, daar gaat de deurbel. Ja. Wij hebben een probleem met de auto. Er is, kunt u die klever even weghalen? Een probleem met de auto. Kunnen we even bellen? Een klein belletje plegen. Ja? Want hij zit naar mijn voeten rijden. Deze tackle. Ja, met mij. Wij zitten met dat zaakje. Komen met die auto aan. Hier al in die straat. En wij hebben een probleem met de auto. Dat de banden, is iets met de band gebeurd. En het probleem is dat drukzaak, dat zaakje, dat zaakje is nu een beetje vervelend aan het worden. Want ik zit nog met een kilo van die zaak zit ik
in mijn achterklep. Ja, oké, die geef ik het wel. Oké, maar bel je zo terug aan hem. Dames, bedankt. Ja, graag gedaan. We gaan er weer vandoor. Mag ik u kussen? Ja, dankjewel. Ja. Denk je dan lekker waar. Hey, bedankt, hè. En we bespreken het nog even. Ja, ja? Het is een appel. Kwartje planning nog, hè. Oké, bedankt, hè. Ja. Leuke Piet. Ja. Dat was toch wel een beetje angstig. Maar kon je nou niet de crimineel associëren met de man in de verfwinkel? Dat was het toepunt. We zaten aan tafel en toen zei die man kwam aanbellen en toen zei ze: dat is de man die mijn pot verf heeft gejat. Maar dat zei ik helemaal voor de grap. Dat was een grapje. Ik herkende hem niet. Maar het was zo raar, zoiets overkomt je toch niet allemaal op één dag? Nee. Nou, Carlo vindt het hartstikke leuk dat jullie fan zijn van hem. Dus hij heeft nog eventjes een persoonlijke boodschap voor jullie. Komt hij aan. Saskia en Marjolein. Het is mij! Carlo Mossart. Nou, Wendy van Dijk die heeft me gevraagd om het te vermommen. En om jullie op het verkeerde been te brengen. 3 keer. En dat was natuurlijk al bij die dierendokter. En dat was als zo'n man die verfpotten ging jatten bij jullie. En dan ook nog eens als een drugsdealer. Ik hoop dat het een beetje gelukt is. Ik heb echt uren in de make-up gezeten. En dan vraag je je toch af, hoe kan het nou fan van Carlo Bossert? Ik bedoel, als je fan bent van Henny Huisman, surprise, surprise, snuitje, snuitje. Dan kan ik me dat voorstellen. Of van Ricky Martin. Want die heeft natuurlijk een gigantische grote mooie auto en stem. Maar ik, wat heb ik? Nou ja, ik wil jullie bedanken. Ik vind jullie nu al geweldig. En ik ga me afsminken. Ik vond het een leuke dag. Bye bye. Hallo. Oppassen. Nou, geweldig. Ja. Yeah. Inderdaad, geweldig. Hey, dit is toch wel een soort van bekende bel. Oh nee. Of niet? Nice. They have no picture of all three together. From now on, I think they think every strange looking man is Carlo. Yes. So. Het is mij, Robert! Het is hem gewoon. Maar die beetjes schijnen te staan. Die is leuk. Die toepassen.